Ik weet het of geroddeld of bij jou. Als er wordt geroddeld, ja, dan roddel maar ik het door. Ah, je bent het Sjaakje. Ik ben net een Sjaakje geworden. Wat is met jou gebeurd? Gaan we even varen? Ik kom je even ophalen, we gaan even lekker varen. Kijk, hartstikke leuk. Kan je zo instappen? Hoe is het er al? Wat gaat het? Jongens, lekker. Relax. Gezellig. Hey. Wat heerlijk. Nou, ik heb een picknick dingetje mee. Nou, je hebt een appeltje heb je afgepakt. Als je koud hebt, heb ik een dekentje voor je, amigo. Nee, ik heb het niet koud. Nee? Ik heb wel vragen. Dat is meteen wel een persoonlijke vraag. Ja. Waar ben je als kind opgegroeid en had je een gelukkige jeugd? Ik ben als kind opgegroeid in Amsterdam-Oost. Daar ben ik ook geboren. Ik heb echt een leuke jeugd gehad. Dus los van het al een gangster gebeuren allemaal. En dat is gewoon fijn. In mijn hoofd heb ik altijd dat het mooi weer was, dat je buiten speelt. Echt, ik heb echt een leuke, mooie reden gehad. Ik heb een redelijk veilige jeugd gehad, vind ik. Ik had wel ouders die veel weg waren en die waren ook vroeg gescheiden. Ik begrijp, ik had ook zoiets een beetje... mijn vader was er vroeger dus ik, opgevoed door mijn oma en met de broers van mijn moeder, zeg maar. Ja, het ja. is gelukkig goed gekomen met ons, hè? Het is, ja, uiteindelijk zitten we hier, ja. Nou, nog een kaartje. Is dit eigenlijk je echte naam? En of hoe kom je aan die naam? Dit is mijn echte naam. Ik kom aan de naam omdat mijn vader heette eigenlijk de eerste 3 dagen, heette hij... Thijs. Ah. Alleen zijn ouders vonden het, dus mijn opa en oma, die vonden het toch geen leuke naam. En jij? Ja, iedereen noemt me Sjaak natuurlijk, maar mijn echte naam is Mehdi. M-E-H-D-I. Maar hoe kom je dan naar Sjaak? Dat was eerst mijn straatnaam, weet je. Dan krijg je dan op straat. Eentje noemen we zuurkool, eentje noemen we aardappel. ik had de meeste ene juf, dat kreeg ik nu zin mee. En toen ik van school moest ik daar vanaf, zeg maar, moest ik bij mijn moeder gaan wonen in Noord. Kom ik weer in Oost. Die gasten van, wat is met jou gebeurd, mijn gep? Sjaakje. Oh, je bent het Sjaakje? Ja, dus je bent het Sjaakje gehad, dus kreeg ik die bijna. Ah, je bent het Sjaakje? Ik ben net een Sjaakje geworden, wat is met jou gebeurd? Wat is eigenlijk je grootste talent en was je daar van nature altijd nog goed in? Ik denk dat ik een oor kan zijn en dat ik kan luisteren. En daar was ik niet altijd goed in. Maar heb je nu iets van, dat zou ik graag willen doen of... Ik film GTST nu, momenteel veel. Bro, dat wist ik niet eens. Ik hoorde dat gisteren. Ja. Ik zeg, ga weg. Ik bedoel, ik kijk het al heel lang niet meer. Ik ben een advocaat. Ga weg. Ja, ik zweer het. Wist ik, maar nu ga ik checken, man. Ik kom eerst zeggen, hey, ga zien. Dit is een fijne. Hoe ontspan je het liefst? En weet je waar ik dus raar genoeg van ontspan? Op een brakke dag, als je naar natuurfilmpjes gaat kijken en je weet toch die guy met die stem? Die stem, ik wou net zeggen, weet dat is die stem. David Attenborough. Ja. Nou, dat is toch top? Nou, ik krijg zelf paard, ook. Heb je paarden? Ik heb paarden, ja. Ik had eerst 6, maar nu heb ik nog... Je had 6 paarden? Ja, ik heb er nog 4. En straks staat eentje naar China en dan heb ik er nog 3 over. Sportpaarden. Springpaarden. Niet waar. Springpaarden. Ik hoop alles mag hebben. Waar ben je bang voor? Ja, mijn dochter man. Dus je kinderen. Gezondheid. Als je gezondheid en als er iets gebeurt met je kinderen. Ik denk veel na. Dan heb ik soms ook angst. Dat je weet niet wanneer je doodgaat. Dus stel voor ik ga morgen dood of zo. En dat ik mijn dochter zo jong achterlaat of zo. Je bent zo klein. Daar ben ik wel bang voor. Hoe ga je om met alle juice channels? Wordt er veel gerotteld over jou? Ik weet niet of er gerotteld of bij jou. Als er wordt gerotteld, ja, dan roddel maar ik het door. Ja, wat moet ik doen? Ja, kijk, ik ben na expeditie ben ik best wel vaak op juice channels gekomen. Ja. Het idee dat er gewoon 17 miljoen paparazzi mensen kunnen zijn in Nederland. En de mensen die kanalen runnen, die kunnen natuurlijk, die hebben de capaciteit om dat uit te zetten en over lijken te gaan. En ja, dat is gewoon niet waar ik me in kan vinden. Ja, ik begrijp het wel. Ik begrijp het. Wat is jouw perfecte idee van een date? Perfecte idee van een date? Je moet gewoon bourgondisch eten met rode wijn op een mooie heuvel met zonsondergang en zonder mensen eromheen. Dat is voor mij een ideaal. Dat maakt ook zo, gewoon echt eten erbij en eten heeft toch iets. En dan ga je toch iets gaan praten en dan krijg je dan een wijntje of zo. Of iets. Nou, we hebben het nog uitgevonden volgens mij. Oké. Double date? Ja, let's go. Hoe zou je het liefst herinnerd willen worden?
als iemand die er voor iedereen. Als iemand. Ja, die er voor iedereen was. Als iemand die er voor de mensen die hij lief had was. Onvoorwaardelijk. En belangrijk voor mijn dochter ook. Dat ze weet van, hé, mijn paardje was echt een toppertje. Je bent ook wel echt een topper. Thanks. Dat is zomaar opeens de diepte ingegaan op een meer ergens in België. In Vancouver. In Vancouver. We zijn in Vancouver. Center Parks Vancouver. We komen eraan. Ik een grote boer was, maar nu kan ik kleine boer was ook. Lekker weer een keer aan Miguel. Ik heb het leuk gehad. Het is fijn, hè, hier. Ja, het is echt top hier. Zo in de natuur. We hebben alles gedaan vandaag, hè? We hebben gewoon lekker gevaren. We hebben gechilled. We hebben gefietst. Ook wel grappig als je dan op zo'n bootje zit, dat je elkaar opeens zo leert kennen. Ja, toch? Dan zeg ik, hey, ik heb een nieuwe broertje erbij, man. Zeg ja, dat ik heb een nieuwe. Loop, bro. Ja. Hey, de eerste volgende keer komen we weer terug. Gaan we met z'n tweeën. Gaan we met z'n tweeën hier even chillen, ja? Dat is goed lekker, man. Ik zie je snel, Miguel. Ciao. Later. Ik pak een fiets. Yes, ik ook.